Hey allemaal, welkom bij een nieuwe video van Carp Mission. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je hennepzaadjes het beste kan bereiden voor het kuipervissen. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, het is niet heel veel, het enige wat je nodig hebt is een bak water en uiteraard je verse hennepzaadjes. Dit is een 5 kilo zak, gekocht van kuipercentrale.nl. Kostte mij 15 euro denk ik, dus best goede deal voor zo'n grote zak. Nou, in deze video ga ik natuurlijk niet alles erin doen. Ik doe gewoon een beetje, alleen om te laten zien hoe je dit het beste kan gaan bereiden. Dus heel veel succes jongens. Vergeet zeker niet te abonneren op dit kanaal. Vergeet niet een like te geven. En als je vragen hebt, doe een comment onder deze video en dan reageren we daar zo snel mogelijk op. Succes! Zoals in elke how-to video ga ik jullie eerst even een beetje informatie geven over de hennepzaad voor het kuipervissen en waarom dat eigenlijk zo goed is en waar je een beetje op moet gaan letten. Nou, hennepzaad is eigenlijk niks meer dan gewoon een zaadje. Nou, dat is, in dat zaadje zit een extra wit zaadje. Dat witte zaadje, dat maakt hennepzaad zo aantrekkelijk voor de kuipers. Wat we gaan doen is zeg maar, we gaan ze weken. Minimaal 12 uur tot maximaal 24 uur. Dus in dit geval hou ik gewoon altijd 24 uur aan. Met hennepzaad kan je een beetje mixen en kijken van wat voor jou handig is. Je kan niet heel veel fouten in doen op dit moment. Ook niet met het hele bereidingsproces. Want ja, weet je, het is een heel klein zaadje en het verzaadt niet heel snel. Dus vaak niet echt heel groot gevaar voor de kuiper. Maar in dit geval houd 12 uur minimaal aan, maximaal 24 uur. Daarnaast. Zodra het helemaal geweekt is, wordt zeg maar, gaat het hennepzaadje die beginnen groter te worden. En dat extra witte zaadje dat in die hennepzaad zit, dat neemt juist al die vocht op. En dat zal dus ook zometeen uitbarsten op het moment dat wij ze gaan koken. Nou, zodra we dat hebben gekookt, beginnen ze te kiemen. Zo'n proces noemen we dat. En dat witte zaadje komt dan eruit. En dat witte zaadje, dat is juist hetgene wat het zo aantrekkelijk maakt voor de kuipers. Want daar zit er zo ontzettend veel voedingsstof in. Er zitten energiestoffen in. Er zit een gigantische smaak aan. Het stinkt wel tijdens het koken, dus zorg dat je de afzuiging aan doet. dus ja, weet je, het is over het algemeen een best allround goede particle die je kan bijvoeren. In combinatie met bijvoorbeeld mais en bolies en dat soort dingen. Gewoon om die kuipers wat meer op de plek te houden. Eén wel heel belangrijke tip met hennep. Hennep is wel heel witvisgevoelig. Dus als je op een water gaat zitten vissen waar heel veel brasem actief is, zorg ervoor dat je dan hennep een beetje weg begint te laten. Of in het begin mee gaat voeren, zodat je die brasems op je plek gaat krijgen. En dan later bijvoorbeeld alleen maar bolies of tijgenoten of pinda's. In dit geval zorg je er dan voor dat je die brasems aan de kant drukt en die kuipers de kans geeft om gewoon meer op die plek te gaan eten en eten en eten. Dus dat is ook wat ik ga doen. Ik ga ze gebruik die hennepzaad alleen maar om voor te voeren, omdat ik op een watervis waar veel brasem zitten en ik geen brasem bevangen, want anders word ik straks een brasemkoning genoemd, dus dat willen we niet. Dus dat is een beetje over het hele informatie over hennepzaad. Dus laten we maar gewoon beginnen met stap 1, overbereiden van hennepzaad. Oké, zoals ik heb gezegd, heb je in dit geval niet heel veel nodig. Je hebt in dit geval een emmer water nodig. Nou ja, ik gebruik een mesje om de zak open te maken en je verse hennepzaad. Dus wat gaan we doen? Pak je de zak. Die snij ik gewoon een beetje open. Niet te veel. Hier ook. Zo. Dan pak ik de zak. Dan doe ik daar wat in. Wat hennepzaadjes in het water. En je zal zien dat de hennepzaadjes blijven drijven. Dit is in dit geval meestal even genoeg. Zoveel heb ik nu toch niet nodig. Oké. Okay. Die hennepzaadjes die komen natuurlijk overal. Super klein spul, super irritant, maar dat geeft het niet. Zak aan de kant. Nou, dit laat je dus nu in totaal voor 24 uur staan. En bij mij is het nu 20 voor 1. Dus 20 voor 1 morgen kan ik het eruit halen en kunnen we het gaan koken. Dus dat is stap 1. Oh ja, daarnaast deksel. Vergeet altijd te zeggen dat de deksel is. Gewoon. Deksel erop. En laat het nu maar uit water opnemen. 24 hours later. Oké, we zijn nu 24 uur verder. Dus nu gaan we even kijken hoe
het water, of hoe de hennepzaadjes het water hebben opgenomen. Ja, ja, ja. Kijk, dit ziet er al een stuk beter uit. Het is wat lastiger te zien misschien, maar je ziet wel de kleur is een beetje zwart geworden. En de helft van de hennepzaad is eigenlijk naar de bodem gezakt. Dus die hebben genoeg opgenomen. Dus nu kunnen we ze gaan koken. Dus let's go. Zoals ik heb gezegd, we gaan het dus nu koken. Nou, het is geen hoge wetenschap of zo om dit te kunnen doen. Het enige wat je nodig hebt is een mooi grote pan, gas van huis, nou ja, en natuurlijk die hennepzaad. Wat je dat doet, je gooit alles waar je het ook mee in hebt laten trekken, gooi je compleet in de pan. Gewoon alles erin gooien, want zoals je ziet, het blijft allemaal gewoon liggen. En alles er lekker in. Ja, dat neemt heel veel. Het kan soms een beetje tijd in beslag nemen, omdat het heel klein spul is. Heel fijn, maar ook heel fijn spul ook. Ik kan ook nog wel een beetje extra erbij doen. Om het allemaal weg te krijgen. Ja, mooi. Dat is nu klaar. Deze staat erin. Gaat aan de kant. Mooi, en wat je nog extra's kunt doen, is om nog extra smaken toe te voegen, is bijvoorbeeld chilipoeder of peper. Want hennepzaad is vrij pittig van zichzelf, dus je zou het even die twee dingen eraan toe kunnen voegen. Maar in principe als jij verse hennepzaad hebt, is dat niet echt nodig. Mocht je zeggen van nou, ik wil echt super snel een aanbeter gaan krijgen, of echt forceren zeg maar, dan zal ik het misschien wel doen. Voor nu niet, we gaan het nu aanzetten dit. En we gaan dit laten koken vanaf het moment dat het in principe kookt. Dan gaan we 20 minuten rekenen, 20 tot 30 minuten ongeveer. En dan is het pas klaar. Dus even wachten. A few minutes later. Oké, het kookproces is klaar. Het is dan een half uur verder. Wat ik nog even heb gedaan, ik heb ze 5 minuten laten liggen in het kookvocht, waardoor ze nog extra gaan kiemen. Als ik hier nu al in kijk, ik zie nu al dat ze gewoon dat ze in principe klaar zijn voor gebruik. Dat ga ik jullie even laten zien. Kijk, zoals jullie kunnen zien, je ziet hier allemaal witte stukjes, zaadjes eigenlijk. Dat is eigenlijk de kern van een hennepzaad. En als je dat ook ziet, dan weet je dat ze klaar zijn voor gebruik. En dat is in dit geval helemaal perfecto. Er zijn nog een aantal dingen wat je daar hiervoor nog zo extra zou kunnen doen. Je zou dus kunnen zeggen, als jij ze een half uur hebt laten koken, zou je ze nog extra in het kookvocht kunnen laten zitten. Voor 2 uur of zo. Want wat het dan zal doen, zal het extra gaan kiemen. Die zaadjes komen er dan nog extra uit. En dat is, kan in sommige gevallen kan het heel goed zijn. En ze zorgen ervoor eigenlijk dat die aantrekkingskracht nog hoger en nog sterker begint te worden. Dus dat is een beetje de tips die ik je kan meegeven over de hennepzaad. Ja, 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 we zijn aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad van deze how-to video over hoe je hennepzaad het beste kan bereiden. Ik heb je een aantal tips gegeven ook over wat je kan doen om de smaak extra sterk te laten maken en wat hennepzaad eigenlijk is. Ik zou zeggen, ga jezelf mee aan de slag. Ga een beetje experimenteren op jouw water waar jij het graag vist in principe. Maar hou wel altijd in het achtergrond dat je afhankelijk van hoeveelheid braasjes die erop zitten, of je dat wel zo toepassen. Ja. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet een like te geven op deze video. Vergeet zeker niet te abonneren op ons kanaal. Want er komen steeds meer leuke dingen aan. Ik ga bezig met meer how-to video's. Ik ga meer avontuurvideo's maken. Dat soort dingen allemaal. Dus er komen allemaal hele leuke dingen aan. Vergeet zeker ook niet mijn Instagram te gaan volgen. www.instagram.com/kokmission. Ja, en meer heb ik eigenlijk niet te zeggen, jongens. Dankjewel. Zie je de volgende keer. En heel veel succes. Later.